de meubels in de teakolie gedaan en ja, dat klinkt allemaal weer tegenop. Zoals jullie zien, staat het natuurlijk gelukkig. Nou, en ook die stoelen. Dan gevraagd of het wel lukte, want ze moest oversteken. Nou, ze dorst ook niet, dus ben met de dames en met haar meegelopen. Ik zei, wij hebben nog altijd voorrang op een auto. Ze keek maar aan hoe bedoeld. Ik zei, nou, dan ging ze het zebrapad. Ik zei, maar ik steek hier ook geen zomer. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb vandaag nog niet aan het filmen geweest, gewoon nog even geen zin, echt verloos. En ik was zo moe, ben nog moe, ik ga straks ook weer naar bed toe. Maar ik was er wel weer vanaf een partijtje eruit vanwege de monteur. Die kwam ook nog een kwartier te laat en het was niet tussen 9:30 en 9:30, maar tussen 9:30 en 10:30 dat meneer zou komen. Komt hij nog een kwartier te laat. Ik ken natuurlijk bij de vorige klant een rotklus geweest zijn, dat het daar uitliep. Na die tijd heb ik pas de meisjes uit kunnen laten, want ik was een kwartiertje, 2 minuten iets later eruit dan gisteren. Omdat ik weer hoofdpijn had, want ik heb het nog. En ik heb daarna met ze aan het lopen geweest. Ik ben bezig geweest met mijn spel. Ik heb de meubels in de teakolie gedaan. En ja, dat glimt allemaal weer tegenop. Zoals jullie zien, het tafeltje, dat glimt. Nou, en ook die stoelen. En de bank, maar ja, dat kun je niet. Die leuningen die zijn gewoon kaal geworden vanwege de diertjes. Ook de oude diertjes die er niet meer zijn. Die stoel heb ik ook gedaan, maar er ligt nou een troop in nog. Daar ben ik mee bezig. Ik heb de rits van Mary, haar broek, er al vandaag ook al ingespeld. Dat moet nog een keer onder de naaimachine. Ik ben gewoon wel druk bezig geweest met mijn spel. Daarnet met Karin aan het bellen geweest, althans die belde mij. En die stuurde me het een en het ander door. Dus ja, komt allemaal goed. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga straks als ik mijn broodje met haring, want ik heb lekker zout haar met siepeltjes. Of zo, een zolder met siepels. Hij koopt mijn broodje en dat ga ik zo opeten. Ik heb nog maar koffie en daarna ga ik eventjes een uiltje knappen met mijn meisjes. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Een hele goede middag, lieve vrienden, bij Corina en de Beestenboel. Zijn jullie altijd van harte welkom. Dat weten jullie zo langzamerhand wel. Ja, dus daar zijn jullie weer aanbeland. Ik begin een beetje vreemd, hek ook door, maar ben net uit bed. En tenminste net beneden, ik heb de wasmachine en de droger al wel aangezet, maar stralende hoofdpijn tegen de migraine aan en niet vooruit te branden. Er misselijk van, last van mijn maag ervan. Dus ja, rustig aan doen vandaag maar. En het is vandaag trouwens de 17e van de 2e, dus 17 februari, dat allemaal in 2022. En we leven al volgens de beeldscherm daar om 4:07. Ja, de meisjes zijn wel al een paar keer in de tuin geweest, maar die ga ik nou wel even uitlaten. Het is droog, af en toe schijnt het zonnetje, af en toe er is het bewolking, of een sluimbewolking. Ik zie daar wel een blauw streepje en daar een blauw gaatje. Blauwe gaatjes genoeg wel, dat is wel te zien, maar ja, en ik zou vandaag eigenlijk de naaimachine op tafel gezet hebben voor Mary om die broek te maken, want gespeld is het al, maar het wordt het er niet hoor. Ik moet aan mezelf denken, aan mijn eigen lichaam, en als mijn lichaam zegt van tot hier en niet verder, doe ik dat. Punt. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk wel allemaal heel veel plezier met hetgeen wat jullie doen. En ik probeer zelf toch ook wel een klein beetje plezier te maken met hetgeen wat ik ga doen.
Ik weet het even nou niet. In ieder geval, de meid uitlaten. En het waait nog steeds. We krijgen nog meer. Dat wordt nog erger. Dus ja. Het schiet niet op. Het wordt tijd dat het weer wat beter weer gaat worden. Of het moet gaan vriezen met knap weer. Maar niet van dit bagger weer. Hier hou ik niet van, dan die regen en die storm. Knap. Mooi weer met vries weer. Zodat de Elfstede toch door kan gaan. Dan zit ik voor die televisie. Ja, echt wel. En dan, voor de rest mooi weer en zonneschijn en hogere temperaturen, lekker zomer. Ja, dan dat vind ik veel fijner dan dit hoor. Ja, ik ken er amper tegenin, is niet leuk, nee. Maar oké, lieve vrienden, het kan het pret verder niet boeien, daar heb iedereen last van. En ik heb gisteren ook mensen zien lopen, nou. Ja, die vrouw was trouwens helemaal ouder dan ik. En die had ook een rollator. En nou ja, die had echt heel veel moeite om er doorheen te komen. Ik denk, vrouwtje, lief, wat moet je dan straks met die tweede storm? Die moet erger zijn. Maar ja, ik heb gevraagd of het er lukte, want ze moest oversteken. Nou, ze dorst ook niet, dus ik ben met de dames en met haar meegelopen. Ik zei, wij hebben nog altijd voorrang op een auto. Dat keek me aan, hoe bedoelt u? Ik zei, nou, dat ging tussen het zebrapad. Ik zei, maar u steekt hier ook geen over. Ik zeg, hier is geen zebrapad. Ik zeg, maar ik ga met u mee. Nou, er stopten inderdaad een paar auto's. Ja, dat moet ook wel, ze moeten stoppen. Dat is tegenwoordig verplicht. Degene die dat niet weet, doe je rijbewijs. Op de computer even overnieuw. Ga al tenminste je rijbewijs. Ik bedoel dus, ga eventjes de lessen volgen. Dan blijf je wakker. Ja, dan blijf je bij. En dat geldt voor heel veel mensen die auto rijden, die een rijbewijs hebben. Die het niet weten. Nou, als je nou even weer lessen gaat nemen via de computer, dan ben je weer helemaal bij. Mensen met een rollator hebben voorrang, of het nou op een zebrapad is of niet. En dit gaat dus om niet bij een zebrapad te zijn. Want bij een zebrapad heeft iedereen voorrang. Maar ga dat maar eens even bekijken. Mensen met een rollator, mensen met een scootmobiel hebben voorrang. Simpel. Wij zijn hulpbehoevend. Simpel. Dus ja, wij hebben hulpmiddelen nodig om te lopen. En die mensen hebben gewoon voorrang. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze met hetgeen wat jullie doen. Ga maar een les volgen. Hey, ook wat te doen. En dan houd je bezig. Houd je van de straat. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor jezelf. En wees lief voor iedereen die je maar tegenkomt.